Het is maandagavond, 5 december. En ik ga morgen jullie meenemen naar een schooldagje. Ik vind het een beetje spannend namelijk om op school te filmen. Maar morgen kan het gelukkig. Dus ik neem jullie mee met de ins en outs wat ik precies ga doen. En ik heb ook nog wat andere dingen op de planning staan. Ik heb deze hele dag mijn haar in een haarmasker gezet. En ik ben heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden. Als het goed is, moet het heel erg goed zijn voor je haar. Stond op verpakking 10 minuten of langer. Het zit er denk ik nu echt al 8 uur in. Nee, dat kan geen eens. Ja. In ieder geval heel erg lang. Ik ga het straks eruit wassen. Naast goede haarverzorging heb ik ook wat nieuwe favoriete producten voor skincare. En een van deze producten is dit van Glad Skin. Het is dus eigenlijk voor acne, maar ook voor mensen die vaste rode plekjes hebben op hun gezicht. Daar gebruik ik dit spul dus voor. Ik doe het dus altijd in de avond op. Nu al 3 dagen achter elkaar. En dit heb ik dus aangeraden gekregen door mijn schoonheidsspecialist. En die zei dus, als je dit dus aanbrengt op de plekjes waar je dat dus ervaart, dat roodheid, dan zou het dus moeten verdwijnen. Maar ik merk nu al zo'n verschil. Ik heb hier altijd wat meer roodheid. Dus bij mijn neusvleugels, hier bij mijn wenkbrauw en vaak ook bij mijn kin. En dan breng ik dat dus plaatselijk aan. Nachtje laten zitten of eventueel gelijk je dagcreme aanbrengen of nachtcreme. Dan zou het dus goed moeten gaan. Ook een nieuwe fijne dagcreme, namelijk deze van Clarins. Nou, ik bij de schoonheidsspecialisten ben geweest, heb ik weer helemaal nieuw inzicht gekregen. Zij zei namelijk dat het heel goed is voor mijn jonge huid om hydraterende producten te gebruiken. Dus ik vind het echt een hele fijne. Hij is gewoon echt heel erg lekker voedend, maar niet te zwaar. Ik zweep best wel snel door dagcremes als ze te dik zijn. En deze is gewoon zo licht dat je dat dus helemaal niet hebt. En hij ruikt ook nog eens lekker. Ondanks dat er volgens mij niet echt heel erg parfum of zo in zit. Dus dit is ook wel een aanradertje. Genoeg gelul over mijn gezicht. Nu even door naar de schoolopdrachten. Ik ben alvast alles aan het opladen voor de volgende schooldag. Ik ga namelijk iets filmen. Dus daarom heb ik mijn camera die ik aan het opladen ben. En mijn iPad. Want hier staan allemaal dingetjes op die ik nodig heb morgen. Ik gebruik dus geen computer meer. Dus de iPad is voor mij dus de computer waar al mijn bestanden op staan. Oortjes natuurlijk voor onderweg. En natuurlijk mijn Apple Watch, want die draag ik dagelijks. Morgen heb ik namelijk opnames op school voor mijn podcast. Ik ga namelijk voor een schoolopdracht een podcast opnemen met een schoolvriendinnetje van mij over ongesteldheid. We hebben 3 categorieën, namelijk feiten en fabels, onze eigen ervaring en verhalen van jullie als kijkers. Dus ik heb net voor het avondeten nog een story eruit gegooid met of jullie verhalen wilden delen. En er zijn echt zoveel ongesteldheidsverhalen die in tikkeltjes in hand zijn. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat we uiteindelijk gaan bespreken in die podcast. En het komt dus ook online op YouTube. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar alle reacties die ik ga krijgen op dit. Je weet dat ik het nog wel vaker een keer ga doen. Kijk, dit was dus de story die ik online had gegooid. Er kwamen dus echt heel veel vragen ook bij je binnen. Ik heb alles ook anoniem gehouden, dus ik kijk er alleen zelf naar. En dan ga ik uiteindelijk met mijn schoolvriendinnetjes dus de anonieme vragen doornemen. En uiteindelijk kijken welke we willen gaan behandelen in de podcast. Dus ik ben echt in ieder geval heel erg blij dat iedereen wil reageren. En ja, dat vind ik gewoon echt super stoer. Outfit voor morgen. Het moet op de video, dus het moet leuk bovenkant zijn. Ik ga even wat fabriceren. Ik heb een top gevonden, maar ik weet nou niet wat ik nou in mijn laatste video aan had. Het zou wel stom zijn namelijk als ik datzelfde... Nee, dat is een ander topje. Het is deze kan. Oeh. Kijk, dat is namelijk echt zo'n leuk topje van Josh V. Hij zit dan dicht. En het is eigenlijk een truitje, maar het lijkt dus een beetje zo'n kort colbertje. Ik vind het echt zo mooi. En hij is ook echt zo fluffy. En wie weet, ik dacht dus... Misschien deze roze broek op te doen. Dat is deze van Naked. Dit is heel cute. Maar ik heb ook het bijpassende rokje. En die heb ik ook nog nooit aangehad. Vind ik ook wel cute. Maar misschien is dat met zitten niet zo mooi. Ik ga voor dit. Ik ga het gewoon doen. Oh, dit is echt leuk. Dit had ik nog helemaal niet bedacht. Dit is heel leuk bij elkaar. Je weet dus morgen helemaal niks. Maar ik ga het niet aantrekken. Dat doe ik meestal wel. Maar ik heb daar gewoon geen zin in. Dus we doen het niet. We gaan gewoon pure gok. Dit wordt het. En fingers crossed voor morgenochtend als ik voor de spiegel sta en denk, dit is het. Of dit is het niet. Je weet het niet. Ja, hier ga ik morgenochtend blij mee zijn dat dit allemaal uitgezocht is. Dat is hier nog wel afgevinkt. Ik heb trouwens voor Sinterklaas echt een heel erg leuk home accessoire gekregen. Namelijk deze zandloper met goudzand. Hij doet er 2 uur over en hij is van Paul Spotten. Echt heel leuk. Ik vind hem zo cute staan. Over potjes gesproken. Kijk. Dit heb ik dus zelf gemaakt bij een pottenbakcursus. Eerlijk. Gewoon de eerste keer. Ik was er niet heel goed in. Maar nu dat ze bijvoorbeeld deze onderkantjes aan hebben gemaakt. En ik het nu zie met glazuur. Denk ik wel echt. Hoe cute is dit setje. En het allerleukste hieraan is. Ik ga dus in januari een pottenbakcursus doen van 7 weken. Dus je weet dat het nog allemaal mooier wordt dan dit. Die pottenbakcursus ga ik samen met een vriendinnetje van mij doen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, want het is dus 7 weken lang. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoeveel ik ervan ga leren.
Voornamelijk doe ik het echt gewoon een beetje om wat meer creatief te kunnen zijn. En ja, het is gewoon maandagavond, lekkere rustige avond. Ik zie het gewoon echt als een beetje ontspanning. Maar je weet dat ik er ook nog echt wel veel van leer. Mijn vriendinnetje is er best wel goed in. Dus ik kan er denk ik ook heel veel van haar leren. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus 7 weken lang in januari begin ik. Oh, heerlijk dat douchen. Ik heb echt dat masker. 10 out of 10. Het voelt nu al mega zacht. Ik heb er even een paar productjes in gedaan. Die zal ik even aan je laten zien. In deze la heb ik al mijn haarproducten zitten. Ik ben mega fan van het merk van Sebastian. Ik heb nu deze texture maker erin gedaan. Die heb ik bij mijn middenscheid erin gestopt. En ik vind dit product ook heel fijn. Dit is een beetje een soort gelletje. En die breng ik altijd in mijn kruin aan. En dan als ik helemaal klaar ben met feunen. En ik denk dat het toch een beetje droog is. Dan doe ik ook deze dark oil erin. Goedemorgen. Het is 8:30. Ik vind het helemaal niet zo'n goede morgen eigenlijk. Ik heb zo'n slechte nachttijden gehad. Ik heb denk ik 2 uur lang wakker gelegen. Omdat ik dus echt een hoestaanval had. Het was echt vreselijk. Want ik wist niet hoe ik het moest stoppen. Ik kon er ook niet door slapen. Dus ik ben uiteindelijk naar mijn ouders gegaan. Ik kon de dropjes niet vinden. Uiteindelijk toen ik die dropjes eenmaal had gepakt, ging het wel wat beter. Maar water hielp niet. Ik had alles op internet opgezocht. Maar ja, ze zeggen altijd maar, ga maar gewoon op je rug liggen en dan is het goed. Maar ik ben echt geen rugslaper. Dus het was gewoon echt even een nare nacht. Ik liet jullie eerder al mijn zandloper zien die ik van Sinterklaas heb gekregen. Maar ik heb dus ook dit product van Charlotte Tilbury gekregen. De Glowgasm in, even kijken, volgens mij heet het Peachgasm. Oh, ik heb hem gisteren gebruikt. En ik ben zo'n fan nu al. Je maakt hem dus open door te draaien. Dan druk je er een beetje op en dan komt er dus product uit. En ik denk dat ik 2 stipjes doe en dan ga ik dat met mijn vingers uitblenden. Maar het is prachtig. Het is een beetje glitterig. Het heeft een mooie gloed. Echt zo'n healthy glow. En nu begreep ik echt de hype van dit product. Gewoon gelijk al toen ik het aanbracht. Ik hoop dat je het goed ziet. Ja, dit is wel goed te zien. Het shined helemaal. Kijk ook het verschil met dan waar het nog niet op zit. Oh, wat een aanrader. Echt. Ik ben gewoon boos op mezelf dat ik het niet eerder wist. Zo, make-upje zit erop. Ik ga nu mijn haren doen. Ik zit te twijfelen. Of stijl. Dat vind ik misschien een beetje saai. Of ik ga krullen. What to do? We zijn in Amsterdam. We hebben net onze auto geparkeerd. Ik wist dat geen eens, maar onder onze school zit gewoon dus een parkeergarage. Je weet dat ik vrijdag dus met de auto naar school ga, want ik heb een beetje de route bekeken. Het valt allemaal reuze mee. We kunnen namelijk als je student bent bij de HVA ook gelijk een uitritkaartje halen. Dus dan heb je volgens mij 12 euro voor een hele dag in plaats van 6 euro in het uur. Nou, dat klinkt wel heel erg goed. Nou, of we weinig spullen mee hebben weet ik niet, maar oh oh oh. Als het nu niet gaat lukken, deze video, weet ik het ook niet meer. Ik heb weer mijn lievelingsschoenen aangetrokken. Deze zijn van mijn eigen collectie van Goods & Russo. En ik loop er denk ik al een paar dagen op, want ik heb nog steeds geen pijn. Deze hakken zijn echt geweldig. Toppertjes voor de feestdagen of gewoon voor overdag wat ik doe. Jongens, we zijn alles aan het opbouwen. We hebben dus een uur in dit lokaal. Het was echt een beetje gedoe met lokale huren. Dus we zitten in een soort van cultuurkamer. En hier zijn de microfoons. Het ziet er serieus uit als een podcast. Ik vind het helemaal leuk. Maar we moeten nu eventjes gaan bedenken hoe we nou allemaal moeten gaan introduceren. En dit is trouwens Iris. Hier ga ik samen mee de podcast opnemen. Kijk, we hebben een uitgewerkt document met onder andere dingen die we dus willen bespreken. We hebben 3 fases binnen de podcast. Dus allereerst gaan we een eigen verhaaltje vertellen. Daarna hebben we feiten en fabels. En daarna nog 2 kijkersvragen, wat ik jullie eerder al vertelde. En dit hebben we dus even allemaal uitgeschreven. Ik vind het een beetje spannend, maar dat gaan we niet laten zien op beeld. Dus liever mijn haar aan deze kant of die? Want je zit denk ik met mijn gezicht hier naar te kijken. Ja. Zo moet ik hem zo hebben. Oh, ik ben zo blij dat het is gelukt. Ik ook. Maar ik vond ook wel, het ging best wel smooth dat we dan bijvoorbeeld even doorpakten met de vragen. Ja. Of de verhalen. Zeker aan het begin. Ja, in de eerste paar zinnen is het toch altijd een beetje dat je denkt, moet ik ook weer praten. Ja. Zo, Iris, hoe vind jij het? Ik vond het heel leuk. Ik vond het wel ook heel spannend. Ja. Maar het was wel goed, toch? Wij gingen beide volgens mij, toen wij begonnen met die podcast, dacht ik echt, oh shit, nu moet het ook echt gewoon een gesprek worden. Dat had ik ook. Ik dacht echt,
Oké, hoe gaan we dit soepel laten verlopen? Ja, maar serieus, hè? Volgens mij ging het best goed. We hebben deze microfoons mogen lenen, dus dat was al echt heel profi, vond ik. En uiteindelijk hadden wij gewoon zo fijn dat scriptje. En ja, ja. We hadden gewoon beide passende verhalen en natuurlijk de verhalen van de kijkers. Ja. Nou, ik ben ook heel blij met jou als podcastmede eigenlijk. Doen we goed, zijn een goed team. Wie weet, volgende podcast, laat even weten. Wat voor gênant onderwerp hebben we nu? Ja, er zijn nog een hoop dingen die we kunnen bespreken, denk ik. Of een deel 2, want ik vond het eigenlijk, ja. We hadden nog 10 keer nog meer kunnen vertellen. Nou, dat denk ik ook wel, ja. De spanning is real. We zijn namelijk nu de beelden aan het overzetten. Er zijn er al 2 gedownload. Alleen we mogen het niet aanraken. Anders gaat het fout. Ik ben hier dus serieus al nooit geweest, maar deze school is huge. Dit is tegenover het Benno Premselaar huis waar ik zit in Amsterdam. Ze hebben hier zelfs kluisjes. Ik vind het zo oneerlijk, ik wil dat ook. Wat ze hier ook hebben zijn deze heerlijke plekken waar wij dus nu ook zitten met onze computer gewoon aan het werk kunnen. Dat hebben wij dus ook niet. Ik heb allemaal ideeën voor het Benno Premselaar huis, jongens. Dit wil ik. En kijk, daar is dus altijd het metrostation. Weesperplein. En als ik daar dus dan uitloop, dan loop je richting mijn school en die is dus aan die kant. Ik had dit trouwens nog helemaal niet aan jullie laten zien, maar kijk, dit heb ik dus op Amazon gekocht. Kijk Iris, kijk dit. Goed. En dan kan je dus dit op je telefoon klikken. Hoe handig. Ik zag dit dus bij een TikToker en die had het dus laten zien, dus ik ben gewoon geïnfluenced. Je hebt dus ook verschillende standen, dus het is een beetje wat meer blauw licht, wat meer warm en cool. Ik vond het zo handig, ik heb het nu meegenomen voor niks. Maar stel, het had nodig geweest, is het altijd handig. Want ik heb gewoon van die grote softboxen mee. Van die LED-panelen. Dus dit was gewoon meer als backup. Hoe handig, €30. Dat heb je van mij op Amazon gekocht. Kijk jongens, dat is dus het gebouw waar ik altijd les heb. Het Benno Premselaar huis. Hier zit communicatie en creative business. En dit is het gebouw die veel mooier is. Namelijk het Wieboud huis. En daar zit onze auto onder. Ik wist het niet, maar volgens mij... Hij doet het niet. Hoe zijn we net dan binnengekomen? Never mind. Ik moest gewoon even beter het kaartje voorhouden. We zijn er doorheen. Ik ben aangekomen op mijn management. We hadden hier namelijk net een meeting over de strategie van mijn management voor volgend jaar. En ik zal jullie eventjes de meetingroom laten zien. Want ja, hoe ziet een management van binnen eruit? Hier hebben ze dus altijd een tv'tje waar je dus je presentatie op kan doen als dat mogelijk is of nodig. En dan heb je dus hier een deel van het kantoor. Leuk hè? Het is wel leuk, want dit is helemaal geluidszicht. En mocht je trouwens denken, wat is nou management? Zij regelen eigenlijk alles achter de schermen, samen met mijn broer. Bijvoorbeeld als ik een samenwerking heb, dan kan mijn management ervoor zorgen dat zij alle mailtjes behandelen. En dan overleggen ze met mijn broer of het iets is of helemaal niks. En dan komt het uiteindelijk bij mij of ik het ook leuk vind. En als dat wel zo is, dan gaan we samenwerking aan. En als het niet zo is, dan gaan we samenwerking niet aan. Maar ze kan bijvoorbeeld ook voor mij dingetjes regelen, zoals bijvoorbeeld locaties voor bepaalde video's of... Nou ja, eigenlijk alles achter de schermen, dat kunnen ze voor mij doen. En dit is ook nog een deel van het kantoor. Echt heel cute uitzicht. En dan wat nepplantjes hier. Dan heb je hier nog verschillende meeting rooms. En de wall of fame. Het is dit de kast met allemaal producten van creators die hier ook zitten. En hier zaten we net. Alles is met glas, maar wel dus helemaal afgesloten. Dus als je een meeting hebt, hoort niemand je. En hier zit Maris. Hallo. Oh my god, je hebt hagelslag hier staan. Niet eens de ruiter. Nee, dat is te duur. Inflatie. Dan krijg je dat voor mij als je kerstpakket. Een keer eindelijk een beetje wat lekkers. Hè? Voor mijn broodje. Maar wel kalfee. Kalfee moet ik wel echt hebben. Zelfs melk. Ja, die vind ik wel lekker op zich. Maar ik doe melk met... Ik doe hagelslag met... Pindakaas. Dat is mijn favo. Kijk jongens, dan weten we dat weer. Bedankt voor deze input, Maris. Ze hebben hier dus ook een wedstrijdtafel. Hoe noemen we dit nou? Ik weet het niet meer. Maar ze hebben hier ook nog een keukentje met leuk marmer. En dus altijd iets om te drinken. Ik ga even een watertje pakken straks. Het ziet er zo leuk uit hier. Dat doe ik elke keer anders als ik hier ben. Oeh, wat zullen jullie kiezen als jullie eruit mochten kiezen? We kunnen natuurlijk voor een pinootje gaan, maar ik ga nu voor water, hè? Geen alcohol vandaag. Mijn lievelingsmoment van de dag is net geweest. Ik ben namelijk thuis. Dat sowieso een lievelingsmoment. Maar ook dat mijn make-up eraf is. Oh, ik hou zo van een schoon huidje. Dus ik heb lekker mijn gezicht gewassen. Gereinigd. I love it. Ik lig nu lekker in bed. En let trouwens er niet op dat ik nog steeds mijn broek aan heb. Maar wel een badjas. Simpelweg geen zin om me verder om te kleden. Maar wel zin in een badjas. Ik ben bezig met... app Procreate uitproberen, want een vriendinnetje van mij
Die wilde graag een outline tekening van haar huisje. Ik heb dus dit nog nooit gedaan. Dus ik heb een foto aan haar gevraagd. En die heb ik dus nu overgetrokken. En nou ja, ik vind het best wel heel erg cute. Het enige is, hij is niet helemaal waterpas. Maar goed, hè. Het is ook een tekening. Het is een leuke... Moet een beetje zien als een doodle, denk ik. Dus daar letten we nu even niet op. Kijk, dit is een beetje het idee waar we voor gaan. Ze wil graag een poster van dus het huisje waar ze woont. En ja, dit is een beetje hoe het gaat worden. Tekst en zo wordt nog aangepast, maar dit was meer een soort voorbeeld. Ik vind het heel cute. Hoe leuk, gewoon een poster voor je eigen huisje. Eigenlijk had ik nu aan school moeten zitten. Als in echt aan mijn eigen schoolwerk. Maar ik heb mezelf vrijstelling gegeven. Omdat ik vandaag al extreem hard mijn best heb gedaan met die podcast. Ik praat alleen nu voor mezelf goed. Dus ik heb nu lekker ontspanning genomen en die tekening gemaakt. Hè? Toch nog wat nuttigs gedaan. Maar eigenlijk had ik iets anders moeten doen. Wie herkent dit? Ik ben echt zo'n uitsteller. Als het niet per se hoeft de opdracht die ik ga doen, dan doe ik het niet. Totdat de deadline komt. Voor mij is het bijna tijd om naar bed te gaan. Ik voel me serieus gewoon even slecht. Want ik kreeg dus net een mailtje. Het is de... Ik heb al heel lang mijn mailbox niet geopend. En ik zag dus een mailtje dat mijn Instagram prestaties werden gedeeld. En ja, mijn volgers lopen dus best wel, nou niet extreem, maar gewoon, het gaat niet meer positief. Dus gaat meer vanaf dan het erbij komt. En ik ben echt niet van statistieken en zo. Ik maak wat ik leuk vind en zo. Maar het doet me wel wat. Het is natuurlijk mijn werk en het is een uit de hand gelopen hobby voor mij. Maar goed, cijfers zijn wel een soort van belangrijk. Ik ga nu heel erg aan mezelf twijfelen of zo. Van, ja, wat is het dan? Wat kan ik beter doen? Ik ga even dit gevoel loslaten. Ik ga zo nog even met Dirk bellen. Even over iets positiefs kletsen. Dan ga ik slapen. Ik zie jullie volgende vlog weer of een andere video. En tot dan. Doei doeg!